Sterktechniek Onderwijs viert vandaag zijn 5-jarig jubileum. Sleutelen aan de motor van een vrachtwagen, een kart in elkaar zetten en de wereld door een VR-bril ontdekken. De komende dagen krijgen leerlingen in het Rijk van Nijmegen de kans om techniek op een unieke manier te ervaren. Tijdens de expositie in Museumpark Orientalis. Omdat er een groot tekort is aan mensen in de techniek, hebben het onderwijs en het bedrijfsleven in het Rijk van Nijmegen hun handen ineengeslagen. En dit met als doel om zoveel mogelijk leerlingen van basisscholen en middelbare scholen enthousiast te maken voor techniek en technologie. Techniek en technologie is overal om je heen, in alle bedrijven eigenlijk nodig. En heel veel leerlingen weten niet hoe breed en hoe mooi het vak kan zijn. En we proberen met onze programma's te laten zien hoe divers het techniek en technologie aanbod is. En in samenwerking met de bedrijven dus ook om te laten zien welke mooie bedrijven in de regio er allemaal zijn waar leerlingen later zouden kunnen werken. En volgens wethouder Erik Weijers van de gemeente Bergendal is dit maar al te belangrijk dat de kinderen dit gaan ervaren. Nou, techniek is toch een beetje voor heel veel kinderen ver van mijn bedshow. Hè? Ik bedoel, we hebben voor alles, als er een lamp aangesloten moet worden of er moet een kabeltje gelegd worden, daar hebben we mensen voor, hebben we bedrijven voor. Dus daar komen kinderen niet zo gauw in aanraking mee, hoe dat is om dat zelf te doen. En ze hebben vandaag hier geprobeerd om zoveel verschillende activiteiten binnen te halen, zodat de kinderen heel veel dingen kunnen doen. Dat is eigenlijk wel het leukste. De kinderen kunnen echt hier zelf aan de slag. En dat hebben deze leerlingen al gedaan. Maar je kan karts bouwen en die zijn elektrisch en moeten dan in elkaar schroeven en dan mag je ernaar mee rijden. En is Lego, dan moet je met Lego techniek, dat is dan de, dan moet je met moertjes, bouwtjes, moet je allemaal in elkaar zetten. Ik heb net ook met de VR-bril gedaan en dan zie je ook wel een hele andere wereld, zeg maar, met techniek. Maar willen de kinderen later ook iets met techniek gaan doen? Ja, ik zou later ook wel iets met de techniek willen doen. Alleen dan met hout, ja. Ja, sowieso iets met mijn handen. Ik denk of in de bouw of een beetje van boer of zoiets. Ik zou wel kapster willen worden. Ik wil wel een sportleraar of een fysiotherapeut, want ik hou zelf ook heel veel van sport, dus daarom. Nou, bij een loonwerker. Maar gewoon op tractors rijden en suikerbiet rooien. Maar als loonwerker moet je natuurlijk ook een beetje goed zijn in techniek. Ja, dan moet je dingen oplossen en dan moet je ook berekenen hoe lange hectare en dat weiland is en dat.